Bij een ongeval op de Leendeweg in Valkenswaard is zaterdagmorgen een man om het leven gekomen. De man reed met hoge snelheid over de N396 en is de macht over het stuur verloren. De auto is tegen een boom gereden en direct in brand gevlogen. Voorbijgangers hebben met gevaar voor eigen leven de man uit de brandende wagen gehaald. Omstanders hebben nog geprobeerd om de man ter plekke te reanimeren, maar dat was tevergeefs. Naast een tweetal ambulances is ook de traumahelikopter nog ter plaatse geweest. De eenzijdige botsing zorgde voor veel ravage op de weg. De N396 tussen Valkenswaard en Leende werd tijdelijk afgesloten tussen Valkenswaard en de aansluiting met de A2. De politie onderzoekt het ongeval.